Bijna 2 jaar geleden maakte ik mijn best bekeken video ooit, 1,9 miljoen. In deze video ging ik oppassen op mijn achterneefje en achternichtje. En dat ga ik weer doen samen met mijn vriendin, maar deze keer niet 1 dag, maar een heel weekend. 24 uur lang dus. Let's go. Hey, daar zitten we in de auto onderweg naar Brabant. Heb je er zin in? Jij bent een echte moeder volgens mij. Ik denk dat jij een hele goede mama bent. Kijk eens wie daar zijn. Hoe is die Mees? Goed. Ja? Hoe is het met jou, Jay? Goed. Ga je niet gezellig bij mij komen logeren? Ja. Hebben jullie een beetje zin in? Ja. Mooi zo. Nou jongens, we gaan weer terug naar Amstelveen. En dan gaan we daar even kijken wat we gaan doen. We willen misschien ook naar Upside Down Museum. Dat is denk ik wel leuk. Nou weet je, het is nog een verrassing. Ja. Vind je dat niet leuk? Dan echt zo stom dat je het eerst wil vertellen en dan zeg je het ineens niet. Ik vind het zelf ook wel dat vervelend, maar goed, komt allemaal goed. Hier vroeg ik aan Mason wat voor muziek hij normaal gesproken luistert en hij noemde een nummer en ik was positief verrast. Ergens, ergens, overal, 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 maar niet heen. Ik word er net aan herinnerd dat vorige keer ik deze video had gemaakt, toen had ik Mees op ongeluk, was ik hem vergeten bij zwemles. Maar Mees, ben je nog steeds boos op me? Nee. Zo laat was ik ook weer niet, toch? Ja. Weet je niet hoe lang was je daar dan? Stond? Hoe lang heb je daar gestaan dan? Volgens mij een half uur. Een half uur? Ja. Nou jongens, we zijn bijna thuis. Zo, een vlekje op de lens. Thuis? Ja? Zing maar Wawai. Ja, oké, okay, maar voor mij thuis, zeg maar. Jullie hebben geen hoogtevrees, toch? Nee, een beetje. Jij een klein beetje, toch? Ja. Oké, okay, nou dan moet je gewoon niet naar beneden kijken, dan komt het allemaal goed. Oh, ik zie niet naar beneden kijken, dan ga je ook expres duwen. Maar eigenlijk is dit toch wel heel hoog. Dit is wel hoog, hè? Dit is echt eng. Vind je het eng? Ja. Oh, dan moet je maar, we hebben ook een balkon. Nee? Nee. Jij, durf je dat wel? Ja. Ja? Ja! Ja, we hebben ook een pingpongtafel. Maar straks valt dat balletje weer naar beneden. Ja, dat wel. Atza! Nee! Nu moet jij. Kijk. Ah! Vind je het hoog? Ja. Ja. Ik ben het gewend. Maar vind je het eng? Ja. Nou, gelukkig zit er een tralies voor. Ja, maar dat als je telefoon valt, is natuurlijk het ergste wat ik je kan overkomen. Ja. Dat begrijp ik wel. Nou, de meiden die gaan er vandoor, die gaan eventjes lekker boodschappen doen, want zij gaan cakejes bakken. En wij gaan, wat gaan wij doen? Weet ik niet. Eigenlijk heb ik echt geen idee. Nee, ik merk het, je bent nog steeds boos omdat ik je was vergeten. Nee, ik heb echt geen idee. De meiden die gaan bakken, ze gaan cakejes bakken. Oh, muffins. Hè, El, heb je toch iemand die met je wil bakken, hè? Ja. Ja, ik vind het nooit leuk om te bakken, dus... Ze heeft eindelijk een vriendinnetje waarmee ze kan bakken. Ja. Gezellig. Eindelijk. Nou, en de mannen die gaan lekker op de bank hangen, toch? Ja, geweldig hè, Fortnite. Volgens mij weet Jalen beter hoe ze moet bakken dan jij, El. Bak je vaak? Een beetje. Ja, ik hou niet van bakken. Ik vind het niet leuk. Maar goed. En opeten dan? Opeten mag ik. Ik mag het nu niet opeten. De wat? Beslag. Oh ja, dat vind ik wel lekker. Dat je zo met je vinger in dat ding ging. Ja, dat is lekker. Maar goed, jullie mogen alle cakejes opeten. Mason wil vast ook wel een cakeje. Dat mag niet, hij heeft niet meegeroepen. Oh, Mees. Ik hoor net dat je geen cakeje mag als je niet mee helpt pakken. Oké, maakt me niks uit. Maar daar heb jij scheid aan. Nou, ik vind het wel lekker. Maar? Nou, dan heb ik er toch geen zin in. Ja, ik snapte deze zin niet helemaal, maar... Nou ja, precies, klopt. Ja. Anders ga jij ook gewoon op de bank zitten. Nou, hallo. Jalen kan gewoon zelf, joh. Zelf gewoon alle cakejes bakken. Mag ik er wel eentje helpen versieren? Ja, dat mag. Dat vind ik leuk. Het is weer tijd om TikToks te maken. En daar ben ik geweldig goed in. Oh, dit kunnen wij wel. Dit kunnen wij. Kijk, dit gaat perfect. Yeah. Ja. Eindelijk eens een keer in 1 keer. Ja, ik vind het geweldig. Vorige keer inderdaad moest het echt 1000 keer open omdat ik gewoon niet zo goed ben in TikToks maken. Maar het is nu perfect gegaan. Ja. Als je maar niet weer verwijderd wordt. Ja. Officieel mag je nog niet op TikTok. Eigenlijk stond deze pingpongtafel ergens anders, maar dit kan ook prima. A few moments later. Hoe kan je nou een balletje vanuit de woonkamer... Waar ligt die? Ik zie hem niet eens. Maar hij is dus wel naar beneden gevallen. Ja. Oh. Maar hoe heb je het nou voor elkaar gekregen om een balletje van binnen in de woonkamer hier ja, naar beneden? Ja, dat was ik.
Oh. Een beetje balletjes naar beneden lopen. Ja, niet altijd een goede voorbeeld geven natuurlijk. Nee. Wel zeg, ga je onze kookkunsten nou gewoon dit ziet er wel, dit ziet er wel lekker uit, zeg. En dan komt er nog glazuur overheen. Ik ben echt super goed in FIFA. Nee, ga dan maar verder. En je zet de camera straks weer aan als ik ervoor sta. Oké, dat gaan we doen, beloofd. Oké. Hebben jullie ook een cupcake? Ja. Ja, jij mag dus niet. Waarom? Jij mag niet. Waarom? Jij hebt niet geholpen. Nee, jij ook niet. Nee, maar ik hoef ook niet. Mezen mag niet, toch? Nee, hij heeft niet geholpen. Oké. Helaas. Volgende keer beter. Of mag je er één? Dank je. Heb jij eens even geluk, hé, Mees? Heb jij eens even geluk dat je toch gewoon nog zo'n ding krijgt? En? Lekker. Ja, hoe smaakt die, meneer? Hoeveel sterren zou u dit geven? Nul. Oh, wow. Wow. Meiden, hij geeft het gewoon een nul. Kijk dan, kijk hoe mooi het eruit ziet. Ja. Ik zou hem afpakken als het jou was. Dat pak ik niet. Kijk, snel opeten. Ik heb gewoon snel in zijn mond gedaan. Hoi! Ben jij Willem? Ja. Hoi, ik ben Willem. Kom je bij ons logeren? Ja. Ja? En toen was het tijd om de deur uit te gaan en we gingen naar Upside Down Museum in Amsterdam. Dus dat is heel leuk en daar is alles, upside down. Ga jij maar rijden? Ja. Ja, ik weet het. Ik geloofde niet meer. Zij ook de volgende keer misschien. Wat? Nee, nee. Je weet, de volgende keer zei je er ook. Ja, maar deze keer mag je echt rijden. Moet je wel de andere kant instappen? Ja, dat weet ik. Oké. Staat de stoel goed? Ja. Jij mag toch niet rijden. Denk je dat je zou kunnen rijden? Ja. Oh, oké. Nou, dan mag jij de volgende keer wel rijden, ja? Oké, jongens. Ik heb eigenlijk een beetje gelogen tegen jullie. Weet je waarom? Ik heb geregeld dat jij naar de kapper mag. Ja! Wil je naar de kapper? Nee, maar je maakt een grapje. Nee, ik heb geregeld dat je naar een hele goede kapper mag. Die gaat jouw haar helemaal mooi maken. Nou, lukt niet. Hoezo lukt het niet? Omdat ik gisteren al naar de kapper mee. Ja, maar hij gaat het kleuren. Ja, je wordt dan blond. Net oh, als nee, J-Lin. Dat wil ik niet. Jawel. Nee. Maar ik heb het al geregeld. Ik kan nu niet afzeggen. Echt wel. Nee. Daar gaan we. Oh. Ga maar mee. Dit is raar, hè? Zo. Zo. Zo, hier wordt. Mees, je wordt helemaal duizelig, hè? Kijk, en waar is de deur? We moeten dus straks tegen het glas aanlopen. Oh, huh? Is het zo diep? Eentje! Hé, je hebt een eentje gevonden, joh. Kijk, Jillian. Hé, hey, niet zo hard. Ik red je. Ah. Oh, je hebt het overleefd. Kan je erin, joh? Ja. En nu? Mees! Wat is dit nou weer? Ja, ze hebben mijn hoofd even op de troon gelegd. Het zijn best grappige dingen hier, jongens. Echt dat je denkt van, huh? Hé, hey, dit is niet jouw taak, hè, vriend? Wat leuk! Mees, doe maar niet. Doe maar niet. Zit je gewoon op andere mensen te gooien, joh, draak? Ja. Dan kan je designer erbij. Ja, designertas erbij. Ja, dit is ook een leuke outfit, Jay. Hey. Ja, dit vind ik dus een gekke ruimte, moet ik zeggen. Kijk, Dutch Performante, Tegeldepot. Wat een marketing, hè. Pas wel dat je niet valt, hè. Oké, jongens, ik ga hem even zo doen. En dan nu omdraaien. Nee, Mees, je moet nog blijven hangen. Het is best wel zwaar, hoor, denk ik. Kijk, zo. Hè? Lukt me echt. Nee? Ja. Hier moeten we zijn, jongens. In de club. Kijk, we hebben ook een tafel gereserveerd daar in de hoek. God, Jean Dory zeg. Ik kan er niet bij. Dan moet je wel een hele goede DJ zijn. Doe maar eens op. Ik ga het bewijzen. Ik vind je wel een goede DJ. Moet je echt overal aan hangen, Mees? Oh, jongens, kinderen hebben lijkt me ook wel zwaar. Ja, moeten we nog maar even mee wachten dan. Nee, jij bent erg rustig, moet ik zeggen. Dan gaan ze weer TikToks maken in een privéjet. Meneer,
Hoe voelt het nou om in een privéjet te zitten? Wilt u misschien een glas champagne? Ja. Een flesje Moët of zo? Of wil je een Dom Pérignon? Ik weet niet eens wat je waar het over hebt. Doe maar een appelsientje. Okay. Kijk eens even zitten, hé, die binkies. Ik wil sowieso de Amsterdam bedanken, want we mochten hier gratis heen. Super lief van ze. En ze hebben gezegd, kom straks naar de bar en dan krijgen jullie een freak shake. We krijgen dus ook nog een freak shake van deze lieve mensen hier. Alleen, ik weet niet wat het is. Weet jij wat het is? Nee. Nou, dan gaan we er daar even bij de bar halen. Volgens mij is het een soort van milkshake met allemaal shit erop. Zit je al niet de hele tijd? Wat zit jij charmant, moet ik zeggen zo. Gek. Nu is even normaal. Wat? Ik heb uitgevonden wat een freakshake is. Ja, kijk. Ik kan. Wil je dat? Ja. Ja, dat krijgen we. Ja. Hey, ga je dit wel opkrijgen, dit ding? Dit ding is even groot als jouw hoofd. Ja, mijn hoofd niet groot is. Zo jongens, we zijn er weer uit. Wat ben jij toch een goede oppas? Vind jij een goede oppas? Of moeder? Moeder oppas? Leuk hoor. Wat voor cijfer... Wat leuk voor cijfer, hoor. Wat voor cijfer geef je Ella tot nu toe? 10. Een 10. Yes. En jij, Mees? 200. Hè? Oh. Nee, we gaan lekker naar huis en we hebben een klein probleempje. Namelijk, jij wil McDonald's eten. En jij wil pizza eten. En jij pasta. En ik moet kip met groenten eten. Dus, wat we gaan doen? Eerst langs de McDrive, nee. Dan... Maar pasta kun je ook bij pizza's kopen. Ja, maar we gaan ook pizza's halen. Dus we gaan eerst langs de McDrive en dan tussen de... Terwijl we bij de McDrive zijn, gaan we pasta en pizza bestellen. Koop je pasta? Nee, bij de McDrive halen we McDonald's. En zeg maar, dan, tijdens dat we bij de McDrive zijn, bestellen we zeg maar gewoon via de telefoon pizza en pasta. Oké. Toch? Ja. Je snapt het niet, hè? Ik snap het wel. No! Nee, het is heel makkelijk. Je kan het gewoon bestellen en dan wordt het thuis gebracht, zeg maar. Ken je dat principe? Nee. Kijk, we bestellen! En dan komen ze ineens met de sirene aan. Ja, precies dat. Dat bedoelde ik dus. Je zit eten zo, dan gooi je het zo op je hoofd. Zo. Ja, precies dit. Echt precies dit. Goed zo. Zo, de McDonald's is binnen. Vies, hè? Oh. Ja, ik ken die ook. Nee, dan hebben we langer de tijd. Nog één keer. Oh. Wow, hey. Disco. Je doet Google, denk ik. Dit zijn namens de spoken. Rood. Huh? Ja, zo. Indigo. Violet. Cyan. Waarom kom je van me van die moeder komen? Ja, inderdaad. Indigo. Indigo. Cyan. Wacht, laat mij... Cyan. Rood. Rood. Oh, bij jou doet hij het wel. Ja, heel gek is dat. Wit. Ja, dat meest. Ja, ik wist het ook niet dat we dat vonden. Kan jij het ook? Wit. Violet. Ik wist dus niet dat we dit hadden. Ik wist niet dat het kon. Op ons groot. Ik wou aan de kant. Jaylin, die heeft maskertjes meegenomen. Dus hallo. Jullie gaan een maskertje doen, maar Mees, wij gaan ook allebei. Jij hebt deze? Ja, dat is grappig. Mees, gaan we dat ook allebei op doen. Oké. Dus de eerste keer en ook de laatste keer. Ja, dat is goed, beloofd. Is het al ontspannen, meneer? Ja, denk het wel. Ik heb die oren van jou. Ik word gewoon uitgelachen. Eigenlijk moet het ook tussen zijn wenkbrauwen, toch? Ja, ook hier zo. Daarom wil ik het dus niet. Jongens? Ik word gewoon uitgelachen. Ik ga even fixen. Ja, Shrek. Shrek. Jij met je Minecraft pakkie. Zo, dit staat je best goed. Ja. Die dripper. Ja. Het lijkt net op een drommel, moet ik het sweet. Nee, je moet niet bewegen, want ik ben bang dat ik het in je ogen doe. En ja. Nu alleen nog op je wangen, want je wilde niet op je neus, toch? Ja. Mees, je kan gewoon je ogen open doen, hè? Je hebt het heel dicht bij mijn ogen. Ja, maar dan voel je het een beetje zo alsof er mentels, hè? Nee. Maar wat dan? Weet je niet hoe echt dat stinkt? Wat jij op hebt? Ja. Kijk eens naar dat voor mij. Ja, kun je wel lachen? Nee.
Sjerk. Die moet jij zeggen. Nou, die van jou ruikt wel echt lekker. Jij hebt chocola. Ja. Meestal niet heeft de trap gehaald. Jij bent Cookie. Hebben jullie een leuke dag gehad? Ja. Mooi zo. Daar ben ik blij mee. Ga je morgen weer filmen? Waarschijnlijk wel. Heb je echt altijd je camera mee? Elke dag. Nou, ik ga nog even een slaapverhaaltje vertellen. Komt ie. Er was eens een plant. Ja. En die stond achter jullie. En die plant, die was... Betoverd. Met slaapmiddel. Dus iedereen die eronder ligt, die slaapt opeens heel lekker. Oké. Nou, slaap lekker. Dat was hem. Lekker. Oké, okay, doei doei. Doei. Zo, kijk eens eventjes. De kinderen, die liggen in bed. En wij gaan ook lekker slapen. Schat, ik vind dat je het goed hebt gedaan. Ja, ben ik geslaagd? Ja, je bent een hele lieve moeder. Heel zorgzaam. Nou, ik vind jou een hele lieve papa. Spelletje spelen. Helemaal leuk. Maar goed, wij gaan lekker slapen. Dus tot morgen. Hey, goedemorgen. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Oh, het bed is wel zacht geworden. Ja. Ik rolde steeds naar beneden, omdat Jane zat helemaal in. Het ziet er wel lekker uit als je in het midden ligt. Ja. Zijn jullie al lang wakker dan? Ja. Oh. Nou, oké. Dan ga ik even snel douchen en dan gaan we ontbijtje halen, ja? Wat eten jullie elke ochtend? Eierkoeken met pasta. Ja, eierkoeken met pasta. Dat heb ik echt nog nooit gehoord. Ligt dat aan mij? Of doen jullie dat ook? Laat even weten in de reacties. Ik ken het niet. Ik dacht, ligt aan jou. Ligt het aan mij? Ja, echt. Eierkoeken met pasta. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we eierkoeken met pasta, chocoladepasta halen. Hoe doe je het meestal? Naar de zijkant. Moet ik een stukje eraf knippen? Nee. Jawel, klein stukje eraf. Nee. Wil je het een beetje zoals Justin Bieber hebben van vroeger? Hier, moet je even in de camera kijken. Kijk, kan je het daar zien. Hallo. Bent u tevreden met uw haar? Ja, klaar. Is dat zielig voor je knuffel? Kom, we gaan naar de geitenboerderij. Jongens, we hebben een leuk iets. Hier in het Amsterdamse bos heb je een geitenboerderij. En daar lopen allemaal losse kleine babygeitjes. Dat is leuk. Dus daar gaan we gezellig heen. Gaan we weer met de rare kleurenauto. De rare kleurenauto? Ja. Doe eens even normaal. De rare kleurenauto. Ja. Voor je. Ze zijn bang voor kippen. Die pikken straks in je oog. Oh, in je oog? Dat is in je oog eruit pikken. Ja. Ja, dat lijkt me ook niet heel fijn. Mensen, ik heb hier een varken. Mees, je mag er niet in met deze. Oh. Mees, dit varken gaat je opeten, heb ik gehoord. Oh jongens, ik zie een kip. Oh, wat ben jij lief, hè. Ja, och. Mees, daar mag je niet heen. Mees, er staat alleen voor geiten. En ben jij een geit? Ja. Jij bent geen geit. Hij zit je te likken. Hij denkt, oh jij bent een vies mannetje, ik ga jou likken. Hij wordt je veters. Hier, drink. Pak zelf op. Nee, dat is jouw melk. Dat mag je zelf opdrinken. Hé, maar je kan het toch wel een geitje geven, hè? Of durf je dat niet? Ik wil het wel een geitje. Ja, dan gaan we het een geitje geven. Kom. Deze gaat slapen. Misschien wil die melk. Hier achter je, die achter je wilt melk. Mees, ze willen allemaal geen melk van jou. Ze vertrouwen jou niet. Ze denken dat jij de melk hebt vergiftigd, jij. Ze vertrouwen jou niet met je melk. Wel, eentje. Je moet het leggen. Nou, het was gezellig bij de kinderboerderij. Het was wel heel erg druk. Dus we gaan er weer vandoor. Wist je dat een Ferrari eigenlijk mijn lievelingsauto is? Je lievelingsauto? Ja. En dan ook nog eens een rode? Ja. Nou, dat is precies waar we naartoe gaan. Waarom was Gio niet van het paard gevallen toen hij dat moest doen? Ja, ik ben een keer gaan paardrijden op het paard van Jalen samen met Gio. Maar hij was er toen niet vanaf gevallen. Maar hoezo? Had je hem er graag vanaf zien vallen? Ja. Jeetje. Dat is ook niet leuk. Nou, volgende keer dan. Kan je zo slaan met de zweep, dan gaat die tong afvallen. Ik denk wel dat jullie een kilo zwaarder terugkomen naar al die koekjes, cakejes, McDonald's, pizza's. Maar goed, hè, het is maar voor een weekendje. Kijk jongens, moet je eens kijken wat ik vind trouwens in mijn foto's. Dit is dus gewoon, dit ben ik met Jalen toen ze werd geboren. Moet je nagaan, nu moet ik weer op je passen, Jalen. Wat is toch leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk, ik vind het hartstikke gezellig. Waarom ben je dan boos? Ik ben niet boos. Hoezo ben ik boos? Ik ben een beetje boos op jou eigenlijk. Waarom? Wat zeg je? Waarom? Omdat jij hebt net een geit geschopt. Ik zag het wel. Je ging een geit schoppen. Ja, dat is wel waar. En meestal mag je geen geiten schoppen. Mason en Jalen die zijn voor Ajax. Maar Gio is een Feyenoorder, hè? Ik zou dat niet pikken. We gaan even aanbellen. En dan gaan we even zeggen dat we het er niet mee eens zijn. Hey, ik had de koptelefoon op. Hallo.
We zijn een beetje boos eigenlijk. Vertel, waarom ben je boos? Nou ja. Ik ben voor Feyenoord. Wat ben jij voor dan? Ajax. Oké, nou Feyenoord. Zo, Mees, moet je eens even kijken. Hé. Je bent fan van een rode Ferrari. Wil je even in de Ferrari zitten? Kijk eens even. Hé, hey, kan je op school vertellen dat je in een Ferrari hebt gezeten? Waarom is dit zo laag? Dat is een Ferrari. Ja, jij kan toch niet wonen in stuur kijken? Nee, jij niet. Nee, jij niet. Hij wel. Heb je zin in? Ja, Mees, jij mag links instappen, dan ga ik rechts instappen. En dan, Hoezo mag hij niet rijden? Ik zeg dat hij mag links instappen. Oh, oh. Links? Hè? Welke links? Wil jij niet rijden? Welke links? Welke links? Gewoon hier, bij het stuur. Maar dat is toch niet links? Jawel, als je toch hier, dit is toch de linkerkant van de auto? Oh. Ja, ja, ja. Nee, jij mag rechts instappen, kom maar. Oké, okay, ready? Oké, jongens, daar gaat hij in de auto. Kijk, ik kan hem hier zien. Wat is het hardste wat je ooit in een auto gereden hebt? Of tenminste waar je naast zat. Ik denk, jij hebt nog nooit auto gereden, denk je? Wel. Oh, heb je wel eens auto gereden? Ja. Ja? En hoe hard reed je toen? 140 kilometer. 140 kilometer, zo dan. Oké, daar gaan we. Wat een geluid maakt dat ding, hè? Niet normaal. Kun je überhaupt de weg zien? Je moet helemaal omhoog gaan dan, hè? Ja. Ja, maar kijk, als je rent, dat je er nog makkelijk bij kan. Als je wanneer? Als je rent, dan lijkt het of je er nog makkelijk bij kan houden. Denk je dat? Ja, dat is niet waar. Nee, dat gaat niet lekker, denk ik. Ik ben echt benieuwd naar het kopje van Mees, hoe die er zo aan het kijken is. Zeg maar, Vincent, jij bent niet leuk. Zeg maar tegen hem. Nee. Zeg maar. En hoe vond je het? Leuk. Ja, vond je het vet? Ja. Hij zei net, ik denk dat we dit wel bij kunnen houden als ik ga rennen. Ja? Ja, denk je dat je dit kan bijhouden, gek? Heb jij ons afgeluisterd? Nee, want ik kon het niet meer zien. Alleen op het begin. Wat heb je allemaal gezegd dan? Ja, ik zal maar oppassen hoor. We moeten deze niet aan hem geven, want ik kan niet straks alles terugluisteren. Oké. Okay. Oh, nou, we gaan er weer uit. Ah, oh, dat is wel goed. Nou, compliment. Oké, later. Doei. Nou jongens, het was me weer. Hey Mees, kun jij eens even op school zeggen dat je in een Ferrari hebt gezeten, hé? Hey? Ik ga ook vragen of ik de video mag opzetten op school. Of je mag opzetten op school? Ja. En het is nu tijd om weer naar huis te gaan. Nee. Dan zit het er alweer op bijna. Hebben jullie zin om naar huis te gaan? Nee. Nee. Oh. Dus jullie vonden het wel heel leuk? Ja. Nou, dat is sowieso goed om te horen. Maar misschien dat we nog iets gaan doen. Ik weet het niet zeker. Misschien. Oh. Ik weet het niet. Vertel. En dan ga ik niet vertellen. Voordat ik ze naar huis ging brengen, had ik nog een kleine verrassing voor ze. Jullie mogen allebei weer één ding uitzoeken bij de Intertoys. Ja? Ja. Oké, okay, nou, let's go. Mason, heb jij nog iets wat je echt graag wil? Ja. Wat dan? Ik kan het nergens vinden. Ik hoop niet dat het de PlayStation is of zo, Mees. Oh ja, Mees, ik kan net een PlayStation doen. Nou, er zit een soort van bepaald limiet aan. Als je Lego leuk vindt, heb je hier genoeg. Ja, nu is het moeilijk, wat moet je kiezen? Nee, dit niet even. Er is zoveel keus. Minecraft. Wil je Minecraft ding? Vind jij dit dan vet, Mees? De ijsstad van Minecraft? Ja. Wil je die dan? Ja. Oké, okay, top. Mason heeft een cadeau, nu Jaylin nog. Zien Jay, wat heb jij? Een cosmetica laboratorium. Kun je eigen... Eigen lippen. Ja, je kan alles zelf maken. Nou, dat is leuk. Dan zijn we eruit. Ik heb nog niks. Ja. Kraaltjes. Yeah. 71 euro. Zo, nou, zijn jullie blij met jullie cadeau? Ja. Mooi zo. Kun jij weer lekker... Vorige keer had je ook Lego gekozen, toch? Ja. En vorige keer had jij zo'n pop, maar nu kun je lekker je eigen crèmetjes maken en zo. Hé, hey, niet slaan. Niet slaan. Je had mij geslaan. Jongens, het weekend zit erop. Vonden jullie het gezellig? Ja. Komen jullie nog een keer logeren? Ja. Goed zo, maar nu gaan jullie naar huis. Ach, we zitten rust. In de auto, wat een rust. We hebben het goed overleefd, denk ik. Ja. Ja, ik vond ook dat je het goed deed. Je bent echt een moeder, jij. Yes. Potjan, doei. Je hebt ook een hele leuke papa, hoor. Goed zo. Nou, jongens. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Wij gaan weer lekker naar huis. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal voor meer leuke video's. Dus dan zeg ik voor nu, later!